nu? Ja. Ja, nou, daar staat mijn hoofd nou echt helemaal niet naar. Nee, maar juist erom, als er iemand zijn gedachten moet verzetten, ben jij het wel, Christel. Kan het niet een andere keer? Nee, dat kan niet een andere keer, nee. Je geeft niet gauw op, hè? Nee, maar het is belangrijk. Wat is er gebeurd? Ik heb wel wat gezien. Behalve haar telefoon nog steeds geen spoor van Merel. Ja, opvallend is natuurlijk de grote overeenkomst met de verdwijning van Jasmin. We hebben nog niks in zee gevonden. Maar vanwege een conflict thuis is de mogelijkheid aanwezig dat ze is weggelopen. Die meneer die zich Sergi noemt, is nu in het hele land geregistreerd. Europol is ingeschakeld. Kan jij dat vandaag warm houden, Tom? Ja? De digitale recherche is bezig. Nou, dat schiet trouwens ook niet erg op. Op de pier niks gevonden. Het enige dat we tot dusver concreet in handen hebben is een verklaring van Dennis, die om 9:00 op het strand was. En op basis daarvan gaan we nu zo snel mogelijk aanhouden. Dat was het. Dankjewel. Voor iemand een stuk interessanter buiten is dan binnen. Even erbij blijven, hè? Ja, wat waren we? Oké, dus dat kraakbeen heeft een hele specifieke functie. Wij denken zelf aan een bedrag van 1,5 à 2 ton. En dan is deze bank dus hoofdsponsor van het hele feestje, hè? Wordt een fantastische happening. Landelijke media exposure, shownieuws, regio tv, et cetera. Kijk, qua toeristen brengt Boetsland jaarlijks toch zeker 1 miljoen mensen. 1 miljoen? Ja. Ja. Ja, zo door het hele jaar genomen zeker wel. Ja, zeker. En het wordt steeds meer, hè. Jongeren, die willen loungen, die willen chillen. Die willen met een rozeetje lekker in het zand hangen. Een muziekje draaien. Ik heb 4 tenten in de pacht. 4. Hypotheek loopt overigens hier, die helemaal voor jongeren gaan. En dan hebben we natuurlijk nog de normale badgasten. Maar goed, daar komen wij dan aan het eind van het seizoen nog eens overheen met een waanzinnige happening. 500 jaar Boetsland. En wat is uw functie? Ik ben arts. Nee, ik bedoel in de organisatie. Oh, ja. Ik ben de penningmeester. Wie heeft jullie dit verteld? Een getuige. Wie is dat dan? Dat doet er nu even niet toe. Waarom mag ik dat niet weten? Dat is nu niet in het belang van het onderzoek. Nou, daar zit ik weer, hè? Tja. Oké, we hebben ruzie gehad, ja. We zijn flink te pakken genomen, maar dat zie je wel. En wat was dat? Op de pier. En waarover hadden jullie ruzie dan? Over Jasmin. Dat hoort. Ja. Het hebben we toch al uitgebreid gesproken, wat willen ze nou? Weet ik niet. Waarom hebben ze me nou weer opgehaald? Wat is het nou voor gelul? Merel heeft ons gezien die avond. Ja, dat heeft ze ons ook al verteld. Maar ze wou niet zeggen wat er echt gebeurd was. Echt gebeurd? Ik begrijp niet wat jij bedoelt met echt gebeurd. Ze heeft gelogen tegen jullie. Is het nooit bij jullie opgekomen dat het wel eens niet waar zou kunnen zijn wat ze zei? En welk belang zou zij er dan bij kunnen hebben?
Hey, pap. Sonja. Sander is weer opgepakt. Net? Ja, hier op school, een kwartiertje geleden. Ja. Oké. Dankjewel. Ja, ze is verliefd op me. Maar op een nogal rare manier. Volgens mij is ze behoorlijk in de war, weet je dat? Wat bedoel je? Ja. Merel heeft altijd al iets vaags gehad. Maar de laatste tijd was het nog erger. Dus om jou te beschermen heeft ze ons verteld dat Jasmin was weggelopen die avond. Was dat nodig dan? Jou beschermen bedoel ik? Nee, helemaal niet. Maar waar hadden jullie dan ruzie over? Ja, ze had tegen Helene van het verhaaltje opgehangen, maar wat er nou echt gebeurd is, dat wou ze dus niet zeggen. Ik bedoel, wat er gebeurd was terwijl ik sliep. Ja, god ja. Terwijl jij sliep. Maar wat was er dan volgens haar gebeurd met Jasmin? Ja, dat weet ik dus niet. Dat wou ze me steeds niet zeggen. Ja, ze bleef maar zieken en zuigen. Waarom haat jullie mij af? Hou op met dat gezeik! En op het laatst moest en zou ze met me zoenen. Ik moet weten wat er gebeurd is. Zoenen. Godverdomme, zoenen. Ze flipte alle kanten op. Ze greep me vast. Ze haalde mijn gezichten open. Je bent gestoord, weet je dat? Gestoord, dat ben je! Ja? En toen? Sander? Ja, ik weet niet of ik daarover moet gaan praten nu. Misschien moet ik eerst een advocaat hebben of zo. Ik weet niet of het tot jou doordringt, maar er is weer een meisje verdwenen. Namelijk mijn dochter. Marcel. En jij hebt dat laatste haar gezien. En je loopt met rare krassen op je gezicht ook. Dus jij moet helemaal niet lullen over Marcel, advocaat. Maar gewoon vertellen wat er gebeurd is. Of laat je soms weer te slapen. Nou! Misschien moeten we eens over hebben wat je dochter heeft uitgevreten, hè? Toen ik lag te slapen. Bedoel je nou mij? Nou, wie had er een reden om Jasmin iets aan te doen? Die jaloerse kip of ik? Nou moet je, god! Marcel, ga even weg hier! Hij probeert gewoon zijn eigen hachje te redden. Ja, nee, hem intimideren en uitschelden, dat helpt. Ze heeft natuurlijk wel een map gehad van Jasmin. En ze is er geweest die avond. Nou, wat probeer je me nou eigenlijk te vertellen? Nou! Ik probeer jou te vertellen dat we in een onderzoek niks kunnen uitsluiten. Oké. Gaan we nu de kamer over openhalen? Kunnen we daarna een fijne potje gaan uitsluiten? Jezus. Nee, stuur maar een paar van die knechtjes van je mee. Jongens, kom op, move! Ik hoorde dus ook mensen zeggen dat hij met Merel bij de bunker is geweest gisteravond. Net als met Jasmin. Wat? Wie zegt dat? Nou, iedereen roept ineens van alles. Ah, ja, dat is geduld. Dat is bullshit. Hoe weet jij dat nou? Hoe weet je dat? Ik was erbij. Waarbij? Bij het boothuis en later op de pier. Ik kreeg ineens de politie op mijn dak gisteravond. Bij jou? En wat heb je gezien dan? En wat heb je ze gezegd? Niks. Gezien? Wat gezien? Merel, Sander. Ik heb niks gezien en dat heb ik ze ook gezegd. Dennis, mijn dochter is weg. Heb je Merel gezien of niet? Wat is er gebeurd? We kunnen je ook meenemen naar het bureau. Oké, ik zal het vertellen. Sander zei dat hij er niet was, dus kon ik het toch ook niet zeggen? Waarom niet? Dat ze raar staan. Raar staan? Hoezo? Omdat jullie iets te verbergen hadden? Nee. Kijk, ik niet. Sander wel dan? Je zegt Sander zei dat hij er niet was. Je bedoelt dus dat hij er wel was? Nou, nee. Weet ik niet. Ik heb wel wat gezien, maar... Dennis, wat heb jij gezien? Gewoon, Sander deed ineens ontzettend fucked up tegen Merel. En daarna zijn ze naar de pier gegaan. Dat is alles. Oh, meteen zwanger, hè, toen? Toen zijn we meteen maar getrouwd. Oh, dan moet je dus. Onvervalst moet je. Dat voor een arts. Trouwen, ik weet het niet, hoor. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat het hier zo in is geraakt.
is zo onhandig. Ik vind het onhandig. Onhandig? Ja, voor het uit elkaar gaan. Wat leuk. Maar ik ben eigenlijk op zoek naar informatie over die verdwenen meisjes. Dat klopt toch, dat die twee meisjes spoorloos verdwenen zijn? Een half Turks en een Nederlands meisje. Maar waarom wilt u dat weten? Ik ben van een landelijk ochtendblad. En er wordt er in het dorp verteld dat die meisjes ontvoerd zijn. Weet u daar iets van? Nee. Maar we hebben hier wel een hele goede VVV. Pia was carrière aan het maken bij de ovens. Sonja was vaak ziek als baby. Dan zat ik overdag met Sonja, met Sander. Oh, en 's nachts met Sonja. Ja, ik dacht eerlijk gezegd niet dat ik het zou overleven. Ach, arme schat. Ja, en toen kon ik opeens de praktijk overnemen. En ik meteen hulp genomen. De hele dag, zo thuis. Ik kwam van de hellen heen. Ja, lekker de hele dag weer bezig met voetschimmel, ratten knippen, urine testen. Nee, zo voelt het helemaal niet. Het is gewoon een kwestie van de knop omzetten. Wat is er nou? Het lijkt wel een... Godverdomme, hé. Godverdomme. Wacht, mobieltje. Ja. Ze hebben mijn ouders gebeld. Hebben we gedaan. Luister, ik vind het echt, echt heel erg wat aan de hand is. Oh ja? Ja, tuurlijk. Wat dacht je dan? Is het? Telefoon. Marcel. Hé? Wat? Heeft die man jou ook benaderd? Ja. Afboeien, hè? Waarom? Omdat sensatieverhalen wel het laatste is waar we op zitten te wachten. Nee, publiciteit kan ook helpen, je weet het niet. Als er ergens is waar... En wat ook helpt, is als wij ons niet door deze ellende uit elkaar laten drijven. Ben je dat met me eens? Er is een meisje gevonden op het strand. Aangespoeld. Wie? Ik weet het niet. Nee, zeker weten. Ja. Ja. Nee, ongeveer bij de bunker. Ter hoogte van de bunker. Ja. Ja, vreselijk. Vreselijk. Oké. Okay.
Wie is het? Christel, wie is het? Niet kijken. Niet doen, Marcel. Marcel. Ik zal haar nader moeten onderzoeken. Oké, graag. Nog iets. Die auto kan hier natuurlijk niet komen. We laten haar schouwen. Ja. Ga met haar mee. Lijkt me niet verstandig. Ik wil met haar mee. Wat? Merel is aangespoeld. Je bedoelt dat ze dood is? Jezus. Sander, ik heb met de officier van justitie gebeld. En ik ga jou in voorlopige hechtenis houden. Ik heb niks gedaan. Dood. Ik heb niks gedaan. Dat gaan we nog uitzoeken. Ik ben weggelopen. Ze stond gewoon op de pier toen ik wegging. Ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan. Wil je ook eten? Ja, dat maakt ook mee. Wodka. Koud, zonder ijs. Wat is dat voor vogel? De pers. Er is er volgens mij nog één. Ja, dat ga je nou krijgen natuurlijk. Is helemaal niet lekker, jongens. Dit is ellende. Wat gaan ze nu doen? Met Merel? Ze gaan haar onderzoeken. Sexy play. Dat is echt bad for business. Dan gaat je leuke naam als badplaats voor jongeren. Ga nou eens even op. Is dat dan godverdomme het enige wat je nu kunt zeggen? Oh, sorry hoor. Maar het is wel zo. Ja, ik kan beter maar gewoon zeggen hoe het is. We hebben net te horen gekregen dat Merel is gevonden. Aan het strand.
Ze leeft niet meer. De politie is aan het uitzoeken wat er gebeurd is. En er komen straks hulpverleners waar jullie mee kunnen praten als je daar behoefte aan hebt. En ik ben hier natuurlijk ook. Ik heb haar gevonden. God. Verschrikkelijk, hè? Je wil niet weten hoe erg. Er is nog iets anders met Sander. Ja, ik heb de hele tijd geprobeerd je te bellen. Wat is er dan? Hij is weer opgepakt en wordt in voorarrest gehouden. Dit keer echt. Hij is met Jasmin, Merel, op de pier geweest. Volgens de politie heeft hij haar het laatst gezien. Ik kan het niet meer horen. Chris, ik heb een advocaat gebeld. Zodra die komt, dan gaan we naar Sander toe. Ja, goed. Goed idee. Ja. Hij is nog bezig. Heb je al iets te drinken gehad? Nee. Maar was hij ook op haar verliefd dan? Nee, hij was met Jasmin. Daar had Merel nogal moeilijk mee. En wat deden ze dan samen op die pier? Dat weet ik niet. Ik heb de apotheek gecheckt, er zijn geen pillen weg. Waar is die gozer mee bezig? Hou de sleutel nu bij me. Wat bedoel je? Ja. Jij denkt toch niet serieus dat hij iets gedaan heeft? Hallo? Nee. Peer. Ja, moet ik zeggen? Ben jij er zo gerust op? Nou, ik niet om je de waarheid te vertellen. Het is je zoon. Ja, het is mijn zoon. Dat is het hem juist. Toen ze klein was, ging ik elke zondag met haar zwemmen. Elke zondag. In het zwembad. Kleine wagens was het. Nergens bang voor.
Sprong altijd meteen vanaf de kant. Bovenop andere kinderen, maakte er niks uit. Ik had er altijd graag nog eentje gewild, maar Marjolein wilde niet meer. Je had me niet verteld dat je vrouw Marjolein heette. Marcel, Marjolein, Merel. Ja, dat vond ze leuk. Dat we allemaal met een M zouden beginnen. Maar de bevalling was een nachtmerrie. Eens maar nooit meer, zei ze. Ik had desnoods willen adopteren, maar daar wilden ze niks van weten. Hoe oud was Merel toen je vrouw doodging? 8. Waarom kun jij niet huilen? Ik laat het niet toe. Het is niet goed. Toen met Marjolein mocht ik ook niet huilen. Waarom niet dan? Voor Merel. Heb je gisteren toch al gedaan? Ja, ik weet. Ik kan het goed bij nadenken. Ik kom er niet uit. Moet u nu denken dat u niet weggelopen is, of in ieder geval niet samen met Merel? En wat zegt dit allemaal over Jasmin? Sander is vanmorgen opgehaald. Ik kom er niet uit. Hoor je wat ik zeg? Ja, ik hoor wat je zegt. Mijn moeder die kon goed ramen lappen. Met een krant deed ze het. Os? Spiritus en een krant, meer niet. Spat schoon. Ken jij Sander als agressief of gewelddadig? Tot nog toe niet. Maar weet je, eerst zijn het kinderen en dan worden ze 15, 16, 17 en dan beginnen ze ineens te drinken. En nogal flink hier op het dorp. En als er drank in het spel was, dan weet je het natuurlijk nooit. Lisette? Ja? Ja. Oké. Bedankt, ik spreek je nog. Ja. Wat is er? Nog geen nieuws van de digitale jongens. Zo. Even samenvattend. De longen zitten vol zout water. Verdrinking dus. De kneuzingen die ze heeft zijn vermoedelijk het gevolg van een val. Een val of een duw? Het is mogelijk dat ze geduwd is. Ze heeft diverse blauwe plekken op de rug en op de schouders. Een kneuzing in het schedel, verder gaaf, geen inwendige... Wel weefselresten onder de nagel. Dat buiten fysiek contact. Het zou heel goed het gevolg van een worsteling kunnen zijn. Uitslag over 2 of 3 dagen. Zo lang kan het lichaam niet worden vrijgegeven. Mag ik u nogmaals condoleren? Sander, of je mee wilt werken aan een DNA-onderzoek? Je mag ook weigeren. Maar ik heb niks te verbergen. Als je hem even je mond open wilt doen, ik haal het wangslijm weg. Zo gebeurt. Christel? Hey, met de Dines. Hey. Hey. Ja, ik dacht ik bel even hoe het mis is. Het was zo raar geëindigd vanochtend. Ja. Ja, hoe het mij mis. Wat zal ik zeggen? Gaat wel. Ja, wel oké. Okay. Eigenlijk niet. Niet. Eigenlijk gaat het behoorlijk beroerd. Oh.
met jou? Oh, ja, goed. Ik zie de hele tijd die merel voor me dobberen in de golven als een soort pop. Ja. Nou ja. Wat doe je eraan, hè? Ik hoop dat het morgen beter met je gaat. Ja, dank je. Ik ook. Oké. Okay. Oh, de bank belde nog. Ze doen mee. Echt waar? Ja. Ja. Maar ja, wat maakt het allemaal nog uit? Hey, ik bel je van de week nog wel. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Doei. Oké, jij gaat naar huis. Waarom? Omdat ik dat zeg. Ga niet naar huis. Jawel. En je neemt een slaappil of twee en je gaat naar bed. Echt niet. Ja, Sander, dit is de advocaat. Hallo. René Smit van Emden. Ik zou om te beginnen heel graag met meneer Lohman hier naar zijn zoon gaan. Dat kan. En verder wil ik van u weten op wat voor grond u denkt Sander vast te kunnen houden. We verdenken hem van betrokkenheid bij het overlijden van Merel Kleisters. En ook van betrokkenheid bij de verdwijning van Jasmine Aslan. Ik heb begrepen dat u hem eerder daarvoor vastgehouden hebt, maar moest laten gaan. Ja, maar we hebben nieuwe informatie. Wat voor informatie? Daar kan ik in het belang van het onderzoek helaas nu niks over zeggen. Kunnen we naar hem toe? Natuurlijk. Nu? Ja. 10 minuten. Dit is René Smit, je advocaat. Sander, hallo. Hi. Hoe gaat het? Ja, te gek. Blijf ik hierbij? Of... Dat is niet gebruikelijk. Oh, oké. Okay. Dan wacht ik buiten. Sander, ik ben hier om jou zo snel mogelijk naar huis te krijgen. En daarvoor is het belangrijk dat je mij kort, maar zo precies mogelijk vertelt wat er is gebeurd. Oké. Okay. Om te beginnen moet ik je even eerst recht voor zijn raap vragen. Heb jij iets met de dood van Merel te maken? Nee. Nee. Wat voor pillen hebben jullie het steeds over met Sander? Waarom mag ik dat niet weten? Omdat niemand het weet. Behalve jullie. Ja. Ecstasy. Nee. Wat dan wel? Ben je nog steeds boos? Boos? Boos is niet helemaal het woord dat omschrijft hoe ik me voel. Ja, wat dan wel? Ik weet niet of daar een woord voor bestaat. Ik had nooit gedacht dat... Ik had niet gedacht dat jij ooit zoiets zou doen. Juist jij. Waarom niet? Ik had je hoger ingeschat. Oké. Als je het zo ziet. Hm?
Ik dacht, ik bel een pizzalijn of zo, maar dat hebben ze hier helemaal niet. Klopt dat, dat je hier niks kan laten thuisbrengen? Nee, dat doen ze hier niet. Ja, nou. Dus toen heb ik even een paar boodschapjes gedaan. Nou ja, laten doen. Hou je van pasta? Ja. Nou, heel simpel hoor. Of had je iets anders bedacht voor vanavond? Om niet alleen te zijn? Nee. Oké. Wanneer is de begrafenis? Geen idee. We moeten verder die bellen of je vrij kan krijgen. Ja. Weet jij al iets van Sander? Zit hij nog vast? Ik geloof het wel. Ik zou voor hem bidden. En voor Merel. Voor hem? Ga je voor hem bidden? Ja. En voor je dochter? Bid je daar nog wel eens voor? Voor Sander. Hij gaat voor Sander bidden. Hou er alsjeblieft over op. Ik heb veel met jou meegemaakt, Osman Aslan, maar dit staat werkelijk alles. Hou op. Die jongen die zit in de bak omdat ze denken dat hij iets met de dood van Merel te maken heeft. En met Jasmin. En dan ga jij een beetje zitten... Hou op. Nee! Waar is je trots? Wat ben je eigenlijk voor een vader? En voor een man? Ben jij nou een Turk? Vanavond blijft hij nog hier op bureau en daarna zou hij naar een huis van bewaring gaan. Ja, maar je zei dat die René Smit iets kon doen. Ja, en die is daar behoorlijk wat mee bezig gegaan. Maar het is niet makkelijk. Maar hij heeft zelf gezegd dat hij behoorlijk ruzie met haar heeft gehad. Dan staan ze goed te zien in zijn gezicht. Hm? Denk je dat die René hem kan vrijkrijgen dan? Misschien. Maar het is niet misselijk wat ze tegen hem hebben betrokken bij Merel en Jasmin. Ze hebben een getuige. Een getuige? Ja. Ze willen alleen niet zeggen wie. Die schijnt een behoorlijk belastende verklaring te hebben afgelegd. Hoe gaat het? Je vader is hij. Hij is gewoon... Hij is een beetje... Ja, nee, ik heb hem nog nooit zo gezien. Nee. Dennis. Ja? Kun jij dit met een tekst eronder op één papier krijgen? Op je computer? Ja, natuurlijk. Ja. Wat voor tekst? Heb je borden? Oh, daar. Marcel, even over het onderzoek. Zoals vandaag, dat gaat niet. Ik vind dat je er nu helemaal buiten moet blijven. Waarom? Ach, waarom? Dat is toch wel duidelijk? Nee. Het is te dichtbij en te emotioneel. Je kunt je niet bezighouden met de dood van je eigen dochter. Dat gaat niet en dat mag ook niet. Ik wil erbij blijven. Dat kan niet. Ik weet hoe het hier toe gaat. Het is niet zoals in de stad. Jullie hebben mij gewoon nodig. Marcel, er zijn ook nog een paar andere dingen waar je mee bezig moet houden. Zoals? Merel moet begraven worden. Ik wil het niet begraven. Ik wil dat ze leeft.
Waarom? Waarom willen ze nou niet zeggen wie die getuige is? In het belang van het onderzoek, zeggen ze dan. Ik denk dat ik weet wie het is. Ja? Hallo, jongen. Nee. Ik wil je mijn excuses aanbieden. Ja. Dat is echt verschrikkelijk wat ik deed. Ja. Idee van mama? Ja. Goed, heel goed. Slaap lekker. Ja. Jos. Josje, alsjeblieft. Ik weet niet wat me bezielde. Ik ken jou eigenlijk niet. Ik ga kapot. Ik word opgevreten. Er blijft niks van me over. Ik ben mijn dochter kwijt en nu raak ik mezelf kwijt. En waar ben ik in dat verhaal? Ik ben moe. Ga naar bed. Morgenochtend moet de tent weer open. Jij gelooft al veel langer dat Merel iets te maken heeft met Jasmin, hè? En dat telefoontje vanmiddag. Het ging helemaal niet over de digitale jongens. Toch? Wil je mij alsjeblieft niet sparen? Kom maar mee. Kijk eens in die foto. Wat hebben ze vanmiddag gevonden? Met een vinger in het stof geschreven. Merels vinger.